Ik ben echt een raskoukleum. Als puber op het ijs vond ik al verschrikkelijk. En ik wintersport dan, ik altijd wil koud. En ik ben al de helft minder koud. Een echte bikkel mogen wij Heleen Oude Weernink uit Almere wel noemen. Geïnspireerd door de ademhalingstechnieken van de ijsman Wim Hof, besloot zij om een stuk ijs uit het Gooimeer te zagen en daar een ijsbad in te nemen. Spannend? Ja, ik vind het wel heel spannend, moet ik zeggen. Ja, en ook heel koud. Koud, ik heb hem afgegeten. Oh. Gewoon doorademen. Ja. Het kwam omdat ik een training gedaan heb bij Wim Hof, ook wel alias de ijsman. En bij Wim heb ik geleerd om mijn angst voor de koude te overwinnen. En omdat ik gewoon weet dat dat goed voor me is, dacht ik toen er ook ijs in het Gooimeer lag, van nu ga ik maar mijn zoon een wak laten hakken. Trainen met Wim is hem nadoen. Dus hij zegt gewoon, hij kiest een meertje en dan zegt hij, nou hier gaan we in. En dan, nou doe je kleren maar uit en dan hupsketee, ga er maar in. Niet forceren, dus geen gekke dingen doen, maar absolute grens oprekken. En focus en concentratie. Ja. En daardoor, eigenlijk door hem na te doen en door te vertrouwen. Hij heeft een ijzeren vertrouwen en is er heel relaxed en rustig in. En daardoor kon ik dat, ja. Want ik was een hopeloos geval in die groep, eigenlijk. Super goed, man. Ik vind het wel knap, hè? Nou, een tip sowieso is, ga als je gedoucht hebt of in bad bent geweest, afspoelen met koud water. En dat hoeft niet meteen de eerste keer helemaal onder een koude douche, want dat is wel moeilijk. Maar gewoon koud afdouchen en begin gewoon. Begin met je voeten en je handen. En op een dag dan sta je gewoon onder de koude douche. En dat is al supergoed voor die capillaren in je hele lichaam. Zodat die aderen beter open en dicht gaan. En daar word je al gezonder van.